bij het programma Gewest Friesland. Daarin liet we altijd reportages zien uit van gewest tot gewest. En deze keer ben we met de derde keer bezig over een hulligere, lange, oerdworjende reportage over de Prins Willem. Het VOC-schip wat naar Nagasaki in Japan eerst hier in Nederland maken is en daarna daarheen veen is om te fungeren als een soort, nou ja, museum. Museum, ja. Ja, ja. Ja, daar kwam nou, duizenden Japanners vliegen over dat schip. Ja. En die zeggen ik net om hem heen, maar die maken alleen maar foto's. En dan kregen ze een boekje, dan konden ze de foto's inpuren. Ja. Johan van der Zee die had een jaar lang dwaande geweest om deze film te meiden. Nu krijgen we in dit verhaal een scène dat je hem in Egypte zit. Ja. Wat maakt je hem, het schip gaat naar Japan en is Nederland bouwt, wat maakt je hem in Egypte? Dat woonden de Japanners graag, die woonden een shot had dat dit schip door het Suezkanaal ging. Het was wel ingewikkeld. We hadden geen toestemming eigenlijk om dit te filmen. Dat kon die Nederland net krijgen. Het is al je zo goed regelen dat ze weten precies op welk tijdstip een schip ergens langskomt. Nou, en dan gaan we drie shots maken. Eén dat het onkwam, één dat het voorbij ging en één dat het... En toen dacht ik, nou stappen we in de auto en dan maken we onderwijs nog een paar shots. Nou, geen sprake van dat. Je net een taxichauffeur die dat oond was, want overal weer bewaking, er weer net lang lien wie er een oorlog was. Overal weer bewaking en we zo'n kapot sketten worden als we daar nog een shot maken. Dus we hadden voor drie shots hadden we naar Egypte geweest. En had er toen ook een Japanners in deze zijn van Van der Zee bedankt? Nee. Nee. Dat zijn ze niet. Nee. Koest toch weer heel gewoon beginnen? Dat weer wel even wennen. Ja, ja, ja. Dan ben ik gewoon één keer in de 14 dagen een reportage maken. Maar dat wen ik ook nog. Dat gaat verderop. We zullen nu eerst even zien naar de laatste aflevering van het ontstingen van het VOC-schip de Prins Willemingen en de reis naar Japan. Al vanaf het moment dat het schip buiten ligt, zijn de tuigers aan boord bezig. Hun werk verschilt nauwelijks van dat van hun 17e-eeuwse voorgangers. Goed, het henneptouw van toen is vervangen door kunstvezel. Maar de weeflijnen in het wand moeten nog net zo worden geknoopt als drie eeuwen geleden. ...300 jaar geleden had Van der Lee in Oudewater al een touwslagerij. De ankertrossen voor de Prins Willem zijn er nu geslagen. Voor zo'n schip hadden die trossen vroeger een omtrek van 22 duim. 50 centimeter ongeveer. Het touwslaan gaat net als vroeger. Het staande wand vordert. Dat is het touwwerk waarmee de masten gestaag vastgezet worden. Naast het staande wand is er het lopende wand, zoals de schoten en de brassen. Daarmee worden de bewegingen van raas en zeilen uitgevoerd. Maar u staat nu rustig hier aan het dek, hè? Maar als je nou bovenin zo'n mast zit, heb je dan je handen vrij om het te doen? Nou ja, één hand is altijd voor jezelf, hè? En één hand is voor de baas, want anders zou je het nooit... En dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds dus. Eén hand is voor de baas? Ja, kijk, en want als ik een knoop moet leggen, ik ben bovenin, dan zie je wel eens, dan moet ik boven iets vastmaken.
Ja, of ergens omheen gooien. Kijk, dan heb ik deze hand heb ik zo aan, het, aan de trap of aan een ander stuk touw vast, wat, hè, aan het wand. En dan gooi ik zo. En dan maak ik deze knopen, die maak ik zo met één hand, zie je? Dan schuif ik er zo overheen. Dus er zijn gewoon twee halve steken. Je komt wel eens op hoogte, hè? Ja, als straks die masten die daar beneden liggen, die weer hier opgaan, dan maak ik zelf mijn joleinde, mijn jolblok, maak ik zelf eraan vast als ik omhoog ga. Dan weet ik zeker dat het goed vast zit. Dan laat ik niet aan een derde over. En, ik moet het zelf weten. Vergeet u ook nooit? Nee, dat vergeet ik om de donder niet. Als ik het één keer vergeet en de ander vergeet het ook, dan... Dat is gebeurd? Ja, dan mag ik niet vergeten. Anders is het gebeurd met me. Je kunt een beetje afzinken naar het achterschip. Een beetje naar het achterschip. De hoogste of grote mast steekt 54 meter boven de kiel uit. Op de grote mars of kraaiennest konden wel 10 man staan. Ja, oké, okay, nu zijn we er bijna voorbij. Ja, nog een beetje aftoppen maar ook. Nog een beetje aftoppen. Oké, okay, zo. Nou, moet naar beneden laten gaan zakken. Oh, je ziet al meteen dat het afzet. Ook langzaam omhoog maar. Langzaam omhoog maar. U heeft het een hele tijd niet gezien, hè? Nee, een hele tijd niet. Er stond er nog geen mast op. En zelfs het snijwerk was nog niet helemaal aangebracht. Maar het is wel een indruk van een pracht en een kracht, hè, wat het geeft, zo'n schip. En het tuig? Ja, het komt er heel dichtbij, hoor. Voor het doel waarvoor ze het gebruiken willen, moet je echt wel een kenner zijn om te zien dat het niet zo gedaan is als het werd gedaan. Hè. Moet je echt wel een kenner zijn om het te ontdekken. Maar ze hebben het er precies zo bij ingetuigd. De raas in het wand. Je kunt zo'n schip dus nabouwen, maar ermee varen, dat kun je waarschijnlijk nooit meer. Ik denk dat ze het niet meer durven. Maar het gaat wel. Maar er is meer risico en natuurlijk. Zou een paar schepen mee moeten gaan. Hè? Een groot schip erbij. Maar hoeveel man zou je nodig hebben? Nou, ik denk dat je het met 50 man wel redt. Zeg, Jaap, heb je nog rekening gehouden hier met die schuif van die poten tot daar die 30 centimeter in zit? Ja, dat is goed. Want die lijnen poten zijn langer geworden. Die dus langer. Dat is altijd goed. Ik ben er zelf nog bijgenomen, dus er kan altijd afgezaagd worden. Een stukje afzagen. En met het profiel zitten we ook niet. Prima. Dat komt altijd goed.
Hoeveel ervaring Kees Drosten ook mag hebben in het bouwen van houten schepen, een hemelbed is op zijn werf nog niet eerder gemaakt. Toch stond zo'n meubel aan boord van een 17e-eeuwse Oost-Indië-vader. Er was maar één man die erin mocht slapen. De kapitein. De kapitein had het niet slecht aan boord. Een luxe hut had hij, prachtig met beeldhouwwerk versierd. In de tweede helft van de 17e eeuw, de tijd dat de prins Willem op Indië voer, verdiende een kapitein 80 gulden in de maand. 20 keer zoveel als de minst betaalden. De 10 jongens van 14 tot 16 jaar die het met 4 gulden moesten doen. De gewone man had geen hemelbed tot zijn beschikking. Moest hier, tussen de kanonnen, een slaapplaatsje vinden. Als bij zwaar weer de luiken gesloten werden, stonk het er verschrikkelijk. Als er veel water binnenspoelde, is het voorgekomen dat matrozen in hun slaap verdronken. De prins Willem is klaar. In 1983 bood staatssecretaris Van Ekelen in Japan een model van de prins Willem aan. Nu doopt zijn vrouw samen met president Matsuda van Nagasaki Holland Village het nieuwe schip. With your permission, I should like to start the ceremony now for which, after all, you have all gathered here. May I now request Mrs. Van Ekelen and Mr. Matsuda to step forward in order to jointly baptize the ship floating here in front of us. I now name this vessel Prince Willem. En ik wil graag dit schip behouden vaart toewensen. Dank je. Ja, feest in Makkum. En een geweldige drukte. Want wie zag ooit een VOC-schip in volle glorie van dichtbij? En zoveel Japanners in een Fries dorp. De Makkumer middenstand profiteerde in 17e eeuws kostuum van de nieuwe bezienswaardigheid. Zelfs de bakker pikte een graantje mee. Afscheid van Friesland. De prins Willem gaat het IJsselmeer op. Een beetje onttakeld, want de bovenste delen van de masten, de stengen, zijn naar beneden gehaald. Vanwege transport naar Japan.
300 jaar geleden voeren de VOC-schepen hier op de Zuiderzee met goede wind naar buiten. Met soms 400 mensen aan boord die lang niet allemaal de bestemming in het Verre Oosten zouden halen. Via de oude Zuiderzeeroute is de Prins Willem op weg naar Amsterdam. Het eerste obstakel is de brug bij Schellingwoude. De nieuwe Prins Willem moet snel naar Japan vervoerd worden. Wordt daarom opgenomen in de buik van een groot dokschip. De oude Prins Willem is nooit in Japan geweest. Zette op 5 mei 1651 voor het eerst koers vanuit Zeeland naar Batavia. Vertrok daarna nog 4 keer uit Nederland voor een reis naar Indië. Om tenslotte in 1661 met man en muis te vergaan. Scheurbuik in 1985. Geen bedorven drinkwater en voedsel aan boord. Niemand wordt gekielhaald of valt uit de mast. Alleen een paar tyfoons maken dat de Prins Willem een paar dagen later dan gepland in Japan aankomt. President Matsuda neemt bezit van het schip. De Japanners zijn de eerste geweest die een VOC-schip konden laten nabouwen. Ze moesten dat wel in Nederland laten doen. Het geld was voor hen geen probleem. Ze hadden er ruim 15 miljoen voor over. Niet ver van de plaats waar vroeger de eerste Nederlandse schepen Japan binnenvoeren, is de nieuwe Prins Willem op weg naar de laatste hindernis. De Saikai-brug. Daar moet hij nog onderdoor. De stengen kunnen weer omhoog. Het schip kan in orde gemaakt worden voor zijn eindbestemming, bezienswaardigheid in Nagasaki Holland Village. Nederlanders en Japanners doen het samen.
pak de slagen. Dank je wel, Lande, Sarah. Maar doe ik ook in dat お前こそなんですか全然虫じゃないか全然虫になりましたかお前Een retourschip keerde terug. De verwondering die de prenttekenaars van vroeger weergaven, is terug bij het Japanse publiek dat een nagebouwd schip kan zien. De Nederlanders moeten het voorlopig alleen met prenten en modellen blijven doen. Dat weer de prins Willem in Japan. Een mooi film. Maar waar is de prins Willem nou? De prins Willem die is dus aan ter eerste geschoofd geweest. Doe je dat ter wat op... dat is Neerdwurden, dat hele Nagasaki Holland Village. Toen is de Rome hier naar Nederland. En toen had het in Den Helder, in een soort museum, een skip museum uit het Lijn. En daar is het in Braunflein. En toen is het naar Haas gegaan. En daar woonden ze zien dat ze er tonnen wat met dwang konden. Maar dat is eigenlijk op een oren. Dus de prins Willem is net meer. En dan is er gewoon niks meer over van een keer werken. Ja, want die film hebben we nog. Dus, ja, goed. Ja, die hebben we in die no-show. Nou, hartstikke bedankt. En tak hem hier, want dat moet ik nog even melden. Dit is de laatste aflevering van 2014. Na een week dan beginnen we met de jeugddramaserie De Uitvlecht op de Sneuntioen. En mits januari ben we er weer met het programma West Friesland. En dan zullen we zonder mis Johan van der Zee weer. Want hij had alle oren reportages van gewest dat gewest in de tijd maken. Want dan dus, dag.